Lieve mensen, afgelopen maandag was het Blauwe Maandag. En dat is niet een of andere feestdag die heel kort duurt. Nee, Blauwe Maandag is de meest depressieve dag van het hele jaar. Blauwe Maandag is echt helemaal niks. En waarom is dat zo? Nou, omdat rond die tijd de feeststemming van kerst en oud en nieuw toch echt wel verdwenen is. De dagen kort zijn, het weer vaak slecht. En de vooruitzicht naar mooie dingen, zoals mooi weer, de meivakantie, Pasen. Die vooruitzichten laten nog heel lang op zich wachten. Dus Blauwe Maandag, de depressiefste dag van het jaar. En misschien was de afgelopen maandag wel een donkerblauwe maandag. De meest depressieve dag sinds jaren. Want we zitten nog altijd in een lockdown. Het virus muteert. En we weten niet waar we aan toe zijn. En dan is ook nog eens het weer veranderd in een onstuimig herfstweer. Nou, heerlijk. Moet ik dan in deze video, als positieve dominee, vertellen dat we die depressieve gedachtes, dat melancholische gevoel, vooral van ons af moeten laten glijden? Dat we er niet te veel aandacht aan moeten schenken? Dat we in plaats daarvan moeten kijken naar de bloembollen, die inmiddels alweer uit de grond komen? Of naar de voortgang van het vaccinatieprogramma? Want daar is ook veel positiefs over te zeggen. Kortom, moeten we onze neerslachtige gevoelens maar gewoon negeren en gewoon gaan focussen op wat er wel is, op wat wel positief is? Nee, dat ga ik niet zeggen. Want je mag je heus wel eens rot voelen. Je mag heus wel eens chagrijnig zijn als je het gevoel hebt dat alles tegen zit. Je hoeft niet altijd te doen alsof je vrolijk bent. Ik denk dat het ook niet echt mogelijk is om altijd je negatieve gevoelens te onderdrukken. Ik weet ook niet of het altijd goed is om dat te doen. Dus er is niks mis mee om af en toe eens lekker een potje te janken. En de mensen uit de Bijbel, die konden er ook wat van. Want in heel veel verhalen in de Bijbel wordt ongelooflijk veel gejammerd, gezeurd, gemopperd en gehuild. Ja, in de Bijbel komen heel veel blauwe maandagen voor. En het bekendste voorbeeld, dat zijn misschien wel de klaagliederen. Dat zijn een soort smartlappen. Het zijn er in totaal 5, waarin heel veel wordt getreurd. En in de Bijbel die ik thuis heb, telt dat Bijbelboek, die 5 klaagliederen, in totaal 8 bladzijdes. En 8 bladzijdes lang wordt het dus bijna alleen maar gehuild, getreurd, gejammerd. Ach, het gaat zo slecht. Ach, waarom altijd die ellende? En het is ook nog eens onze eigen schuld. De klaagliederen zijn een reactie op de Babylonische ballingschap. Wat was er ook alweer precies gebeurd? De Israëlieten woonden in hun eigen land, maar er kwamen andere volken, oorlogzuchtige volken die veel sterker waren. En de steden van de Israëlieten werden veroverd en de bevolking werd verjaagd. En tientallen jaren lang moesten de Israëlieten als ballingen in het grote Babylonische Rijk leven. Een ballingschap. En dat was natuurlijk een traumatische gebeurtenis voor het volk. Het was iets wat voor iedereen een afschuwelijk moment was. En dus werd er over getreurd. En ze hielden zich niet in. Nee, er mocht gehuild worden. Ja, de tranen mochten rijkelijk vloeien. De klaaglieden, het gaat alleen maar over verdriet.
Er werd niks ingehouden. Nee, het was gewoon één grote klaagzang. Een beetje over de top. Misschien een beetje te veel. Nou ja, misschien. Maar ja, er was ook wel iets heel ergs gebeurd. En ja, dan mag je natuurlijk gewoon huilen. Je mag gaan jammeren. Je mag gewoon toegeven dat het afschuwelijk was. Toch is al dat verdriet in de klaagliederen niet het enige verhaal. Ja, het mogen duidelijk zijn, de rode lijn in de klaagliederen, die is duidelijk. Er is iets ergs gebeurd en er wordt gehuild. Maar er is ook nog iets anders in de klaaglieder. Bijvoorbeeld het derde lied. Dat gaat zowel over de wanhoop als over de hoop. En het vijfde en laatste lied is eigenlijk veel meer een gebed gericht aan God, met de vraag of God alles weer kan herstellen. Of God er weer voor kan zorgen dat er een einde komt aan het lijden. Met andere woorden, de klaagliederen gaan dus over verdriet. En dat verdriet mag zijn. Het is prima om te huilen. Maar de klaagliederen gaan ook over de hoop. Namelijk dat er uiteindelijk een einde komt aan het verdriet. Dus eigenlijk kun je zeggen, het is prima om te huilen als je verdriet hebt, als je ook maar onthoudt dat je op een gegeven moment weer mag stoppen met huilen. Omdat er uiteindelijk wel weer een einde mag komen aan het verdriet. Hoe groot dat verdriet ook is. En dat zien we ook op heel veel andere plekken in de Bijbel. Ook daar is het vaak niet erg als er gehuild wordt of als er gejammerd wordt. En het is ook helemaal niet erg als er weer eens een blauwe maandag is. Maar steeds komt in die verhalen ook dat ene puntje weer naar voren. Namelijk dat het goed is om op een gegeven moment het verdriet af te ronden. Dus niet blijven hangen in het huilen. Niet alleen maar vasthouden aan het verdriet. Maar ook af en toe vooruitkijken. Omdat er aan het verdriet ook altijd een einde komt. Verdriet hoort bij het leven. Dat is nou eenmaal zo. Maar verdriet is niet onze enige emotie. Dus we mogen natuurlijk wel huilen, maar we moeten niet vergeten dat we ook nog andere gevoelens hebben. Dus we moeten ons niet verliezen in alleen maar verdriet. We mogen ook af en toe wel eens hopen in het verdriet. Ja, en dat zeg ik natuurlijk wel heel makkelijk. De werkelijkheid is veel moeilijker. Zeker als je echt heel erg diep in de put zit. En voor ons is dat nu ook natuurlijk behoorlijk lastig. Want we zitten al maanden binnen. We weten niet hoe het verder gaat. We weten ook niet hoe het virus zich gaat muteren. En daar kunnen we natuurlijk depressief door worden. Daar kunnen we verdrietig door worden. Dat is niet erg hoor. Dat is heel menselijk. Maar wat ook menselijk is, is hoop houden. Dus als u de behoefte voelt om eens lekker geïrriteerd te zijn, lekker chagrijnig te zijn, is prima. Is helemaal niet erg. Dat is menselijk. Als u maar ook bedenkt dat weer opstaan en verder gaan, hoop houden en kijken naar een betere toekomst, dat dat ook menselijk is.